ben Ramon en ik ga jullie rondleiden in de molen. Zo'n stijl en dat viel dus altijd achteruit zo. En hiermee gaat het eigenlijk heel simpel. En dan deed ze het luikje open. Die zak komt eigenlijk van beneden. Oh, die komt van beneden. Ja, je kan hem ook weer naar beneden laten gaan, maar dat komt niet van hier. Jij bent 11 jaar en je bent al helemaal verrukt en blij van molens. Hoe komt dat zo? Vanaf heel jong al vond ik het bijzonder om natuurkrachten te kunnen gebruiken, zoals wind en water dus, om dingen te maken, meel en zo, en elektriciteit op te wekken tegenwoordig ook. En toen kwam ik hier op deze molen vaker, steeds vaker. Toen ben ik hier gaan helpen en dat mocht. En vind ik het ook leuk om hier mensen rond te leiden. En hier ook te helpen met de zeilen. En hier te kunnen helpen ook met de molen zelf te besturen. En dat vond ik gewoon heel bijzonder. En ik denk dat het wel heel interessant is. Want naast dat jij de mensen rondleidt, ben jij ook nog iemand die zelf molens maakt. En waar staat de molen die jij gemaakt hebt? Ja, die staat bij mijn opa en oma in de Beemster. Dus dat is wel een flink eindje weg. En ik kan alleen daar eraan bouwen. En dus daarom duurt het ook heel lang voordat dat ding eindelijk eens een keer af is. Ik weet niet wanneer, maar als ik op vakantie ben of daar een keertje, gewoon een keer een dagje op bezoek ben of zo, dan kan ik er even snel aan knutselen. Nou, dan moeten we weer naar huis. Ja, jammer. Dan kan ik er niet meer aan werken. Wat betekent dat, dat hij jullie helpt? Ik was ongelooflijk enthousiast en verbaasd toen Ramon een paar jaar geleden voor het eerst bij ons kwam. Toen al bleek dat hij heel erg veel van molens wist. En niet alleen wist, maar ook weet. En veel meer van molens weet dan menig andere persoon in Nederland. En ja, ik denk dat hij zeker een van de jongste vrijwilligers is. In ieder geval met stip op 1 in Almelo, Ramon, toch? Ja, en hij is niet alleen enthousiast en weet veel, maar hij leidt mensen rond. Hij maakt zijn eigen molens, ongelooflijk. En bovendien is hij heel gezellig. Ja, ben je gezellig? Jawel toch, hè? En ik vind het heel leuk om te horen hoe hij mensen rondleidt. Hoe enthousiast hij verhalen vertelt en hoe inhoudelijk goed het is. Dat wordt vast een hele goede molenaar later. Ik hoop het en ik hoop dat je echt voor Nederland behouden blijft als molenaar. Want we hebben gewoon heel veel mensen nodig. En hij met zijn leeftijd kan natuurlijk een geweldige ambassadeur zijn voor molens in het algemeen in Nederland. En voor het opleiden van nieuwe molenaars, want die hebben we altijd nodig. Mensen worden ouder en zo iemand als Ramon, die wordt natuurlijk ook ouder, maar blijft voorlopig nog wel even intact als molenaar. Mensen, kom eens een keer kijken in deze molen.